blah, blah. Blah, blah, blah. Uh-huh. Alexander Ploeg heeft de finale van het Amsterdam Studenten Cabaret Festival gewonnen. Hij versloeg hiermee Lonneke Dort en Mark Schoones. Alexander sleepte zowel de jury als de publieksprijs in de wacht. Een verslag van de finale. Het is niet de eerste keer dat ik meedoe aan een festival. Ik heb hiervoor wat andere, vooral stand-up comedy wedstrijdjes gedaan. En het interessante aan dit festival vind ik dat je wat langer de tijd krijgt en dat het cabaret is. En dat had ik nog nooit gedaan. Nou, eigenlijk heb ik al mijn geld ingezet op het feit dat het publiek een hekel heeft aan gitaren. Want ik ben de enige deelnemer zonder gitaar. En ik denk als heel het publiek nou een hekel heeft aan gitaren, dat ik al een heel eind kom. Vorige week speelde ik in de Kop van Noord-Holland en toen kwam er na een show kwam er een man naar me toe. Een gereformeerde man. Tenminste, ik gokte dat hij gereformeerd was, want hij had zijn vrouw bij zich en zijn leekboerenzus. Dus... In je haar zit een klein rooslintje. Je bent en blijft een lelijk kindje. Ik denk niet dat ik een stand-up comedian ben. Ik maak eerder cabaret, dus ik ben ook niet een onwijs hoge grapdichtheid. Met grap. Maar ik maak ook liedjes en met gitaar en... Dus volgens mij is dat dan eerder wat meer cabaret in plaats van stand-up. Ik onderscheid me door mijn liedjes en mijn sketches af te wisselen die wel vaak een beetje absurdistisch zijn. En toch ook weer herkenbaar. Ik doe mee omdat ik niet veel beters te doen had. Ik werd te vroeg geboren, maar te laat om daar nog iets aan te doen. Dus leef ik in het heden, maar het heden werd al heel gauw toen. De meeste voorstellingen gaan eigenlijk gewoon over de mensen zelf, en die van mij ook. Het is een beetje een mengeling tussen stand-up en liedjes. Een beetje kleinkunstachtige liedjes, maar niet echt kleinkunstachtige verhalen. En verder is het gewoon eigenlijk alles wat me te binnen schiet op dat moment. In 1990 begon een groep Amsterdamse studenten met een cabaretavond. En vanaf 1995 werd het steeds meer geprofessionaliseerd. Inmiddels hebben bekende namen het festival gewonnen, zoals Jochem Meijer in 1997. Het festival houdt geen audities. De grootste manier om talent te ontdekken voor ons is echt op zoek te gaan naar deelnemers. Dus wij scouten ze bij open podia door het hele land. Wij bieden wel goed niveau. Dat willen wij gewoon voor ons publiek kunnen garanderen dat hier gewoon... in principe 6 deelnemers en zeker in de finale 3 deelnemers staan die gewoon het publiek laten lachen. Mijn ambitie, die is nog niet zo uitgekristalliseerd op het moment. Ik wil gewoon door met comedy en optreden. Vlak voordat je op moet zit je echt zo van, oh, waar ben ik in godsnaam mee bezig, waarom doe ik dit, waarom ben ik überhaupt uit bed gekomen vanochtend. Maar als je er eenmaal staat, dan is het gewoon heel vet.